Hallo kijkers van Hallo Thuis. Ook vandaag natuurlijk weer een hele goede morgen toegewenst. Hebben jullie een fijne hemelvaartsdag gehad? Wat was het warm, hè? Het was bij ons in de tuin 26 graden en in de zon zeker warmer. Ja, ik heb heerlijk in de zon gezeten en een dik boek gelezen. Warm weer en veel zon, ik vind het heerlijk. Maar je moet je wel goed insmeren met anti-zonnebrand en veel water drinken, want anders gaat het fout. Maar het was genieten, toch? Vandaag is trouwens een hele bijzondere dag. Een van de meest bekeken programma's op Hallo Thuis is Annemarie. En vandaag, je zult het bijna niet geloven, is het alweer de 50ste aflevering van Annemarie. Geweldig, toch? Voor vandaag heeft ze daarom een hele speciale aflevering gemaakt. In deze kijkt ze terug op 50 afleveringen, hoe het allemaal begon, het uitleggen van de anderhalve meter, maar nu weten we dat natuurlijk al lang, het belang van Nies in je elleboog, dat ze soms eenzaam was en dat de ouders gelukkig op de koffie kwamen, ja, de ouders buiten in de tuin en Annemarie binnen, weet je nog, met het raam ertussen. En de afgelopen keren heeft ze uitgelegd dat je wel weer bezoek mag ontvangen, maar nog steeds met anderhalve meter en heel veel handen wassen. Weet je nog dat ze het steeds vergat? Nou, wij niet, hè. Wij vergeten het niet meer. Intussen weten we wel beter. Beste Annemarie, heel veel dank voor die 50 programma's. Je bent een toptalent en we hebben ervan genoten en we willen ervan blijven genieten. Hey, zullen we Annemarie allemaal een bedankje sturen? Is dat een idee? Mail even wat. Een bedankje, een tekening. Naar hallothuis@philadelphia.nl. Afgesproken? En natuurlijk, tot morgen!